De laatste wedstrijd van het bekerweekend was er eentje tussen Jeugd Genson en Kangaroo's Willebroek bij de U19 Meisjes. Lore de Vos startte met een blokshot voor Genson, maar Geldof noteerde de eerste score. De Vos maakte al snel de gelijkmaker, 2-2. Beide ploegen scoorden om de beurt en Kangaroos kon de eerste kloof slaan via Hering 6-10. oost drukte door naar 6-17 en Gent had moeite om de hoge snelheid te volgen. Het eerste quarter werd afgesloten bij 10-19. Gaspar en de Vlaming openden de tweede kwarter voor Willebroek, 13-23. Genson probeerde tegen te prikken via Asseloos en De Vos, 17-27. Het slordige tweede quarter ging een pak trager dan het eerste quarter. Le Maitre lukte een three-point play en Genson kwam op 20-27. Genson dook net voor rust onder de 10 punten, 24-33 ruststand. Het verdedigende plaatje bij Genson klopte iets wat beter na de rust. Toch kon Herring een tweetal keer geruisloos door de defensie snijden. 26-37. De wedstrijd werd steeds potiger, maar beide ploegen kwamen niet meer tot scoren toe. De boomlange Geldof legde de 28-39 binnen. Kangoeroes gingen ook nadrukkelijker op zoek naar hun centerspeelster en snel ging het naar 30-45. Via de driepunter van de Vlaming werd het zelfs 30-48. Scores van de Vos en Maas brachten de Gentse dames terug tot op 40-49 na drie quarters. De driepunter van Lenses bracht Genson tot op zes punten, 43-49. Een volgende driepunter, ditmaal van de Raad, en 53-58. Opnieuw een driepunter met bord van de Vlaming zorgde voor een achtpuntenkloof, 53-61. De speelsters van de Willebroek moesten foutief afgestopt worden. O'Sullivan zette haar vrijworpen om en het stond 53-64. Geldof maakte met een inlegger de 55-66 en de wedstrijd was gespeeld. Eindstand 55-67.